Wauw, mijn beauty blunder. Oh ja, die heb ik wel. Ik denk dat wel het ergste is dat ik dacht dat iemand zei van, maar weet je, je moet eens een keer die spray tan doen. Dat werkt echt heel goed. Ik denk dat iedereen hem al kent, want everybody tried it at home. Mijn beauty blunder zit zeker in het feit dat ik die spray tan dus even ging uitproberen. Heel goed had opgelet hoe ik dat moest doen. De juiste afstand, de juiste hoeveelheid spray. Maar niet rekening houden dat die nevel natuurlijk naar beneden komt en je voeten lekker goed bezaaid. En niet wetende dat nog laag gaat werken. Dus ik moest een heel leuk jurkje aan, maar dat is toch een lange jurk geworden. Want dat ging echt niet meer. Mijn guilty pleasures, nou die heb ik zeker, helaas. Ik denk dat een van de belangrijkste guilty pleasures wel is dat ik van lekker eten hou. Ik vind het heerlijk om uit eten te gaan. Ik wil eigenlijk aan de ene kant wel opletten wat ik eet. Ik vind het belangrijk dat ik gezond eet. Maar af en toe witte begon hier in mij toch wel. Dus een glaasje bubbeltjes op z'n tijd of een lekker wijntje bij het eten, dat gaat er wel in. Dus daar zou ik eigenlijk iets minder van moeten doen, maar het is wel erg gezellig. Nou, waar ik standaard te veel geld aan uitgeef, dan denk ik toch wel dat ik voor mijn kledingkast moet gaan. En ik hou gewoon van, als ik een jurkje zie en ik vind hem mooi en hij is 200 of 300 euro en ik ben er echt verliefd op, kan ik hem toch niet laten hangen. Dus dat is zeker wel hetgene waar mijn centjes onder andere naartoe gaat. Ja, wie wil er nou niet mooi uitzien, toch? Ja.